Dames en heren, goede avond bij deze raadsvergadering. Het is 19:30, dus wij gaan starten. Ik heet u van harte welkom. En het is een beetje wennen voor mij, maar ik denk dat we het met elkaar toch een hele mooie avond van kunnen maken. Ook een mooie politieke avond. En daar is een raadsvergadering ook voor, vanzelfsprekend. We hebben een agenda. En deze agenda die begint met de opening en de vaststelling van de agenda. De opening heeft inmiddels plaatsgevonden. Vaststelling van de agenda ligt ook voor. Meneer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. De LPO heeft een motie vreemd en die zouden wij graag op de agenda willen zetten. Een motie en dan stel ik voor even kijken in agenda punt 12a in te voeren en daar de motie van de LPO te agenderen. Oké. En de motie is in ieders bezit. Nee. Die komt straks aan de orde. Voorzitter. Ja, u moet mij een beetje weghelpen. Meneer Middelkamp. Voorzitter, ook de fractie van de VOV heeft een motie vreemd voorbereid. Die gaat door het leven als rentepercentage sociale leningen gemeente Ommen. En ook deze motie vreemd zouden we graag op de agenda geplaatst zien. Uitstekend, dank u wel. Meneer Middelkamp, dan gaan we die als tweede motie toevoegen bij agenda punt 12a. Is dat akkoord? Dan kom ik bij het vragenhalf uurtje. En er zijn vragen gesteld. René, er zijn vragen gesteld. VOV en LPO. Ik zal onderwerp zo achter elkaar doen. Ja. En dan één antwoord. En de eerste rij van vragen gaat over de sociale lening. En ik geef graag het woord aan wethouder Schelen daarover. Nee, dat is de eerste vraag. Ik ga de volgende vragen die door de fractie van de VOV zijn gesteld door de heer Middelkamp voorlezen. Zodat u als publiek... Dat is de bedoeling? Nee, dat doet hij. U gaat ze voorlezen, meneer Middelkamp. Blijkt mij eigenlijk veel beter. Wat zijn uw vragen? Goed. U heeft het woord. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, velen van ons zal het niet ontgaan zijn dat afgelopen weekend in de media diverse berichten zijn verschenen over de rentepercentages die door de verschillende gemeentes in Nederland worden gevraagd bij sociale leningen. Sociale leningen, voorzitter, zijn leningen die bedoeld zijn voor mensen met een smalle beurs, die genoodzaakt zijn tot het doen van een investering, voor wat dan ook, en eigenlijk nergens anders kunnen aankloppen dan bij de gemeente. De rentepercentages die de diverse gemeentes daarvoor vragen variëren van tussen de 2 en schrik niet de 14%. En de gemeentes staat het vrij om een eigen rentepercentage voor deze leningen te kiezen. Het wettelijke maximum voor deze leningen is 14%. En er is ons ter oren gekomen, daar schrokken we eerlijk gezegd een beetje van, dat het rentepercentage in Ommen ook daadwerkelijk dat wettelijk maximum van 14% is. Nu hebben we, voorzitter, recent een plan armoedebeleid vastgesteld. En een onderdeel daarvan is preventie. Dat vinden we erg belangrijk om te voorkomen dat zoveel mogelijk mensen niet in de armoede dan wel uit de armoede raken. Daarnaast zijn er veel meer dingen over de armoede te zeggen. Maar omdat dit recent gepasseerd heeft, vond ik het de moeite waard, voor onze fractie de moeite waard, om daaraan te refereren. Voorzitter, bij een sociale lening bedoeld voor de inwoners van Ommen, die ik zojuist probeerde globaal te schetsen, hoort wat de fractie van de VOV betreft ook een sociaal rentepercentage. Als je kijkt naar de commerciële rentes die banken vragen, dan schommelt dat zo rond, daar zit natuurlijk verschil in, maar zeg maar een gemiddelde van ongeveer 8%. En dan is het in het kader van armoedebeleid wel heel erg hoog als je daar als gemeente Ommen nog eens een keertje 6% bovenop schroeft.
Daarom, voorzitter, hebben wij een motie voorbereid die zojuist geagendeerd is. Maar afhankelijk van de beantwoording van onze vragen die ik zo dadelijk zal stellen, dit is nog maar de inleiding, zullen we kiezen om de motie daadwerkelijk in stemming te brengen, zodat misschien de Raad er een mening over kan vormen. En alsnog het college een opdracht krijgt om het rentepercentage te verlagen, dan wel niet. En dat is afhankelijk van hoe het zo dadelijk verloopt in de beantwoording van de wethouder. De vragen, voorzitter, ga ik nu voorlezen na deze korte inleiding. Even kijken, hij moet wel even zo. Vraag 1. Klopt het dat Ommen en of de uitvoeringsinstantie zijn de kredietbank voor sociale leningen een percentage van 14% hanteert? Als dat zo is, kan het college dan uitleggen waarom dit verre van sociale rentepercentage wordt gehanteerd? Hoeveel nog lopende sociale leningen heeft de gemeente op dit moment uitstaan? Is het college het met de fractie van de VOV eens dat dit percentage erg hoog is? Is het college bereid om dit percentage fors te verlagen, bijvoorbeeld naar een percentage van ergens tussen de 2 en de 5%? Is het college bereid om een verlaagd percentage ook toe te passen op reeds verstrekte leningen? En tot slot, voorzitter, wil het college de financiële consequenties van deze rentewijziging, CQ renteverlaging, voor de Raad inzichtelijk maken voor lopende en verwachte nieuw af te sluiten sociale leningen? En dat waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel. Dank u vriendelijk, meneer Middelkamp. Er zijn ook vragen door de fractie van de LPO gesteld over dit onderwerp. Het is misschien goed om dat direct nu ook te doen, meneer Borgers. Dank u wel, voorzitter. Ook LPO heeft naar het programma van Kassa gekeken. En daarin is dus inderdaad melding gemaakt dat een aantal gemeentes behoorlijke hoge rentepercentages vragen voor sociale leningen. Nou, het heeft collega Middelkamp heeft al uitvoerig uit de doeken gedaan wat dat inhoudt. Dus ik ga wat dat betreft meteen over naar de vragen die de LPO heeft op dit gebied. De eerste vraag is: hoeveel sociale kredieten zijn er in 2017 in de gemeente Ommen verstrekt? Wordt door de gemeente Ommen ook in 2018 het hoge rentetarief van 14% gerekend? De gemeente Ommen leent zelf voor slechts enkele procenten. Wat is de reden van dit hoge rentepercentage van 14%? 4. Leidt het hoge rentetarief tot extra betalingsproblemen van deze doelgroep? 5. Hoe passen deze hoge rentetarieven in het onlangs vastgestelde armoedebeleid? En 6. Tot slot, is het college bereid om lagere rentetarieven te gaan hanteren voor mensen in geldnood? Dat waren de vragen van de LPO, voorzitter. Dank u vriendelijk, meneer Bongers. Ik heb begrepen dat ook de fractie van D66, de heer Fries-Gobles, hier vragen over heeft gesteld, niet vragen over heeft gesteld. Excuus, meneer Mors. Mag ik u dan de ruimte geven om uw vragen te stellen? Het gaat helemaal goed. Meneer de voorzitter, dank u wel. Uiteraard hebben wij ook gekeken naar het programma van Kassa. Maar daarnaast heb ik ook een stuk gelezen in het Dagblad van het Noorden. Een Dagblad van het Noorden waarbij werd gesproken over de gemeenschappelijke regeling, gemeentelijke kredietbank, die is opgericht door Meppel, Hogeveen en Assen. Toen ik van de week ook keek naar de collegebesluiten, zag ik daarin dat de gemeente Ommen, het college van Ommen, deze week ook heeft besloten om daar weer een contract mee aan te gaan. Mijn vraag was: is er nog verder gekeken dan alleen de GKB Assen? En zo ja, wat waren dan de resultaten daarvan? Mede ook gelet op het feit dat wij het sterke vermoeden hebben dat de GKB Assen alle DVO's met niet aangesloten gemeenten in de gemeenschappelijke regeling mogelijk zou willen beëindigen. Dat waren mijn vragen, dank. Dank u vriendelijk, meneer Mors. Dan ga ik naar wethouder Schelen voor de beantwoording van deze vraag. Dank u wel, voorzitter. Ja, in feite zijn er dus door meerdere fracties verschillende vragen gesteld. En ik denk dat ze grofweg in drieën te zijn verdelen. 1. Hoe zit het nou met het hoge tarief van 14% bij de kredietbanken? Wat vinden we ervan? 2. Welke aantallen betreft het nou? En komen er mensen mee in het gedrang? En past het wel in ons armoedebeleid? En 3. Gaat het college nog wat aan doen? En zo ja, wat?
Laten we beginnen met het tarief. Allereerst voor de goede orde, de GKB, in tegenstelling tot commerciële banken, heeft geen winstoogmerk. De rentetarieven van de GKB zijn dus gewoon gebaseerd op de idee van kostendekkendheid. Dan heeft de GKB natuurlijk ten opzichte van commerciële banken wel te maken met een gering volume, aantal aan kredieten. De GKB heeft maar 4000 kredieten uitstaan. Met andere woorden, de basis waarover die kosten moeten worden omgeslagen is daarmee wel beperkt. Daar komt nog eens bij dat de gemiddelde administratieve kosten bij de GKB relatief hoog zijn. Waarom? Omdat het vooral ook kleine kredieten betreft. En die kosten natuurlijk veel tijd en arbeid. En dat is ook precies de reden waarom commerciële banken die kleine kredieten bijna of niet verstrekken. En bedenk ook nog één ander ding. Het risicoprofiel, zeg het risico op problemen in de afbetaling, is bij een sociaal krediet van de GKB natuurlijk een stuk hoger dan bij een krediet van een commerciële aanbieder. Met andere woorden, de GKB moet wel nadenken over de hoogte van haar tarief. Het klopt dat de GKB een maximum rentetarief hanteert van 14%. Ook in dit jaar. Dat is een maximum. En het is overigens ook niet zo dat het over de gehele linie wordt bepaald. Het is namelijk zo dat ze het via een bepaalde schaalverdeling doen. En in een enkel geval is er sprake van de 14%. De gemiddelde rente is 9,4%. Is ook nog relatief hoog, maar toch. In de gevallen van kleine bedragen, u moet dan denken aan 500 euro of lager, dan is er sprake van een rente van 14%. In exacte bedragen betreft het dan 36 euro. Voor mensen met een smalle beurs best een bedrag. Voor de GKB nauwelijks kostendekkend. Dan de aantallen en de gevolgen. In Ommen zijn er 12 kredieten in 2017 verstrekt, waarvan 2 met een rentepercentage van 14%. In 2016 waren dat er nog 29 en 3 met dit percentage. In totaal hebben nu 58 kredieten lopen van inwoners uit de gemeente Ommen. En de vraag die gesteld is, zijn er nou problemen en zou dat niet eens haaks kunnen staan op ons armoedebeleid? Wij denken van niet. Problemen zijn er niet specifiek. De bedragen zijn allemaal te overzien. En in veel gevallen zijn de bedragen ook gekoppeld aan schuldleningen. Dan moet je denken aan herfinanciering en saneringskredieten. Met andere woorden, door deze leningen worden vaak hoge schulden afgekocht. En dan krijg je juist weer financieel perspectief. Gaat het college nou mee aan de slag? Denk één ding. Wij bepalen niet de tarieven zelf. De tarieven kunnen wel naar beneden worden bijgesteld als een derde partij garant staat voor de kosten die niet door die rente kunnen worden opgevangen. Nou, de GKB heeft zelf geen winstgevende activiteiten, dus die kan het zelf niet opvangen. Dus een derde partij moet garant staan. Dat kan een gemeente zijn. En in de praktijk komt dat ook voor. Dus als we echt zouden willen, dan kunnen we wat doen. En het college is wel van mening dat zeg maar met name dat hoge tarief toch wel echt inderdaad aan de hoge kant is. En wij zijn graag bereid om een onderzoek te doen naar de gevolgen van zeg maar het eventueel zelf zeg maar in de markt zetten van die beperkte leningen. Daar komen wel een paar dingen bij kijken, dus dat gaan we ook niet over één nacht ijs. Maar wij stellen u voor om dat goed te onderzoeken, de consequenties in kaart te brengen en u in het voorjaar daarover te rapporteren. Tot zover. Dank u wel, wethouder. Dan is er een korte gelegenheid om te reageren, begrijp ik. En dan gaan de eerste vraag is aan de fractie van de VOV. Nog, naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder nog een vraag zijn. Ja, voorzitter, in onze motie vreemd stellen we voor om los van de differentiatie en de verschillende leningen, de verschillende gehanteerde percentages afhankelijk van het risicoprofiel, begrijpen we, te gaan onderzoeken of dat verlaagd kan worden. Onze vervolgvraag is, en dat zat eigenlijk ook al in onze eerste vraag opgesloten, of dat een wat socialer percentage ergens tussen de 2 en de 5% zou kunnen zijn. En de vervolgvraag is, en als die na tevredenheid beantwoord wordt, dan zouden we kunnen overwegen om onze motie vreemd in te trekken.
Dat is niet ergens in het voorjaar, hè, want zo moeilijk lijkt het ook niet voor 58 leningen. Van wat betekent dat? Dat is een kwestie van even rekenen aan de percentages en iets met het risico doen en de garantstelling. Zouden wij een rentepercentage van tussen de 2 en de 5% mogen horen en de consequenties daarvan in de maand februari van volgend jaar. Als dat het geval is, voorzitter, dan zijn wij voorlopig tevreden en zullen we onze motie vreemd intrekken. Dank u wel, meneer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag ter verduidelijking. U gaf aan bij de beantwoording dat in een aantal gevallen deze kredieten gebruikt worden om andere dure kredieten af te kopen. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen als je een rentepercentage hebt van 14%, dat je daarmee andere duurdere kredieten afkoopt. Want dan moeten ze wel heel, heel erg hoog zijn. Dus dat strookt wat mij betreft niet helemaal. Of ik heb het niet goed begrepen, dat kan ook. Dank u wel, meneer Bongers. Meneer Mors? Ja, dank u. Ik heb eerlijk gezegd nog geen antwoord gekregen op de vraag of er ook elders is gekeken of dat we ons nu ook ophangen aan de gemeenschappelijke regeling, gemeentelijke kredietbank, assen, et cetera. Daar heeft u gelijk in. Ja. Wethouder Schelen. Allereerst de vraag van de heer Middelkamp. Kan het percentage 2 en 5% daarin worden meegenomen in het onderzoek? Dat zeg ik u graag toe. Of het februari precies lukt, dan gaan we ons uiterste best doen. Ik snap wel dat er wel de behoefte is om in deze raadssamenstelling daarover nog waar nodig van gedachten te willen wisselen. Als dat de inzet is, dan gaan we daarvoor zorgen. Dan de heer Bongers over de dure kredieten. Ja, u wil niet weten, helaas, wat voor afspraken en leningen worden verstrekt. De woekeraars. En die moet ook worden betaald, helaas. Dus... Dat werkt af en toe wel. Inderdaad, de heer Mors heeft gelijk dat ik zijn vraag nog niet even beantwoord. Excuus daarvoor. Het is zo dat inderdaad er sprake is van een uitvoeringsovereenkomst en een raamovereenkomst met de GKB. We moeten natuurlijk voor 1 januari wel iets hebben. En dat is de reden waarom we dat natuurlijk ook zo hebben gedaan. Dus voor 2018 hebben wij natuurlijk dit arrangement weer gemaakt. Maar mij is ook wel bekend dat de gemeenten in gesprek zijn met elkaar om te kijken of er mogelijk een ander arrangement gemaakt kan worden. Formeel is er nog niks aan de hand. En kijk, als er sprake zou zijn van een ontbinding van die GR, dan zijn we nog wel even bezig. Hè? Ook in een ander verband is daar wel eens sprake van. Tot zover. We blijven bij het onderwerp, meneer Schelen. Meneer Middelkamp, de vraag is, want u heeft een motie aangekondigd onder voorbehoud, of u die motie dadelijk in behandeling wil brengen. Nou, voorzitter, we hebben even heel kort rugspraak gehouden en we zijn eigenlijk erg blij met de beantwoording van de wethouder en ook de toeschietelijkheid waarin hij met onze intenties aan de haal gaat. Kijk, en als het niet precies 1 februari is, maar wel kort daarna, dan vertrouwen we erop dat dat allemaal goed komt en dan is de behandeling van de motie wat ons betreft niet benodigd. Dus we trekken hem bij deze meteen weer in, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Middelkamp. Dan hebben we dat vastgesteld en dan halen we nu ook van de agenda af. Ik kom dan vervolgens bij, want er zijn geen andere vragen ingediend voor het vragenhalfuurtje, bij de vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 9 november jongstleden en van 30 november jongstleden. Het is gebruikelijk dat als u opmerking heeft dat u die van tevoren meldt. Die zijn niet binnengekomen, dus ik stel hierbij de besluitenlijst vast. Ik kom bij agenda punt 4, ingekomen stukken en voorstellen naar aanleiding daarvan. Heeft u behoefte om naar aanleiding van de ingekomen stukken nog opmerkingen te plaatsen? Dat is ook niet het geval als ik uw kring rondkijk. Dan kom ik bij de mededelingen vanuit het college. Er zijn een vijftal mededelingen. Er zijn een vijftal mededelingen en ik stel voor dat we die mededelingen ook doen vanuit het college. En de eerste mededeling die ik zorgvuldig verstopt heb in mijn stapeltje is dat ik uw raad en ook de inwoners van Ommen hartelijk bedank en van ganse harte bedank voor het meer dan warme welkom dat ik zelf en mijn gezin afgelopen maandag hebben mogen ontvangen in deze raadszaal. Wij vonden het letterlijk een fantastisch feest om hier met elkaar te zijn en met elkaar ook de installatie te hebben mogen vieren.
Ik gebruik met opzet het woord vieren, want dat vonden we echt. En ik heb van mijn vrouw gehoord dat mijn oudste zoon haar heeft verteld dat hij zich nog niet ergens zo welkom had gevonden op zo'n manifestatie. En dat wil ik u toch graag meegeven. Geeft ook een beetje een beeld dat mijn zoon dat wel aan mijn vrouw vertelt. Maar, maar goed, u ziet, een beetje burgemeester hoort de belangrijkste dingen uiteindelijk toch, hè? Dat is ook zo'n rol. Dat is de eerste mededeling. En de tweede mededeling die zal worden gedaan door wethouder Lagas. Ja. Ja, dat is... ja, gaat maar door. Ik ga de gewoonte van Bernhard over. Ja. Moet ik daar gaan staan als ik een mededeling? Moet toch iemand doen? Nou, dat hoeft niet per se. Oké, okay, doe het toch niet. Doe het toch niet. Dank u wel, voorzitter. Even naar aanleiding van de besprekingen bij de begrotingsvergadering rondom het Varssener Veld. De vereniging Natuur en Milieu de Verstreek, de pachter en de mogelijk toekomstige eigenaar van de verpachte heidevelden in het Varssener Veld zijn constructief met elkaar in gesprek geweest over de continuering van de samenwerking op lange termijn over het natuurbeheer van het natuurgebied Varssener Veld. Dit in relatie met die voorgenomen verkoop van de gemeente van de verpachte heidegronden in dit gebied. Voor wat betreft deze samenwerking is heel mooi gezamenlijk een toekomstige richting bepaald, waarbij een en ander een uitwerking krijgt in een door alle partijen te tekenen bruikleenovereenkomst. Naar verwachting zal medio januari er overeenstemming zijn hierover en ook over die samenhangende samenwerking. En ik kan u daar dan over, zodra dat gebeurt, ik word dan op de hoogte gesteld door partijen, daarover in januari weer informeren. Dank u wel, wethouder. Dan zijn er ook nog twee mededelingen door wethouder Schelen. De eerste betreft de stuurgroep Koloniën en de tweede betreft de toetsingsbrief van de provincie. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, afgelopen vrijdag was de stuurgroep Koloniën. En daar hebben we onder andere gesproken over aanpassingen van het rapport aan de hand van de internationale adviescommissie ICOMOS. We hebben dat rapport kunnen vaststellen en we hebben ook kunnen vaststellen dat het geen gevolgen heeft voor het hele verhaal van de Ommerschans. Dus dat is positief. April en mei wordt het definitieve rapport verwacht. Daar is dan wel een kanttekening bij. We hebben wel gehoord van een aantal deskundigen dat dan een actief diplomatiek en ja, politiek lobby circuit nodig is. En men heeft gezegd daar zou ook wel eens een financiële bijdrage bij gevraagd kunnen worden. We hebben uiteraard gezegd in de stuurgroep van kom daarvoor met een voorstel en dan kunnen wij dat ook terugkoppelen. Ik denk dat het op zichzelf genomen wel de moeite waard is om dat in te wachten. Overigens heb ik ook nog een toezegging stand gedaan, namelijk om het idee in te brengen van een beeldengroep bij de koloniën. Daar kreeg ik positieve respons op en dat wordt nu ook ambtelijk opgepakt. De tweede mededeling betreft inderdaad de financiën. Nou, u heeft wellicht de financiële toezichtsbrief van de provincie gezien, die was positief. Ik kan daaraan toevoegen dat we de decembercirculaire ook ontvangen hebben vanuit het Rijk. Die is al enigszins geanalyseerd en daar waren we vrij snel klaar mee. Want hij heeft vrijwel geen verschil ten opzichte van de septembercirculaire. Misschien een klein incidenteel voordeel, maar het is nauwelijks de moeite waard. Dus je kunt wat dat betreft rustig onder de kerstboom gaan denken van ons financieel beleid is op orde. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schelen. Dan wil ik vanuit het college... Waskunstlaan. Mag ik naar aanleiding van wat de wethouder vertelde over de koloniën. Ik zou graag de vraag willen stellen van u zegt of het viel een beetje weg in het geluid. Iets over een financiële bijdrage. Heeft u enig idee over wat voor een bedrag het zou gaan? Ja, ik zal het even van deze kant doen. We hebben niet echt een idee. We gaan uiteraard vooral gebruik maken van bestaande middelen. Er zijn ook mensen die zeg maar, ons welgezind zijn, die zeg maar, ons gaan helpen.
Toevallig is de voormalige commissaris, waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe, de heer Jozef van Aartsen, ex-minister van Buitenlandse Zaken. Dus u weet ook wel een beetje de wegen te wandelen. En die heeft bijvoorbeeld aangegeven dat u wel wil helpen en daar geen zware tarieven voor wil berekenen. Dus dat wordt allemaal even rustig op rij gezet. En dan zal wel blijken wat voor extra bijdrage nodig is. Maar we gaan het zoveel mogelijk met bestaande mensen, bestaande middelen doen. Dat als beantwoording. Ja, dank u wel. Dan wil ik u een mededeling doen over de bestuursdienst Omme Hardenberg. Het zal u niet ontgaan zijn dat wij afgelopen dinsdag een brief hebben gestuurd als college van Omme aan de raad en het college van Hardenberg, waarin we hen aangeven dat de juridische grondslag die wordt gehanteerd door onze buurgemeente om de gemeenschappelijke rekening te beëindigen. Dat we dat een niet zorgvuldig brief omdat het niet vinden, omdat het niet een juiste grondslag is om tot beëindiging te komen. Dat is heel erg juridisch. We vinden het belangrijk om in ieder geval onze positie duidelijk neer te zetten als Omme. Dat neemt niet weg dat wij wel onze collega's hebben uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over de situatie zoals die nu is. En met elkaar te kijken hoe we kunnen komen tot goede en zorgvuldige vervolgstappen. In dat verband is het goed om te melden dat in het algemeen bestuur van de BOH van afgelopen woensdag zowel de brief van Hardenberg over de beëindiging van de samenwerking, de brief over het uitreden uit de gemeenschappelijke regeling, als ook de brief van het college van Omme, waar ik u juist over vertelde, om die beide brieven in handen te stellen van de DB, met het DB van de BOH, met het verzoek om de burgemeester van beide gemeenten dat te laten bespreken en te komen tot een goed proces om met elkaar in gesprek te komen over het vervolg. En het lijkt ons goed om u daarover te informeren. In diezelfde vergadering van het algemeen bestuur van de BOH is tevens van de kant van de gemeente Omme, van de vertegenwoordigers vanuit Omme, ingebracht en ook afgesproken dat wij in 2018 alleen zaken financieel gaan financieren, alleen zaken gaan financieren die echt noodzakelijk zijn. Dus geen nieuwe investeringen doen en alleen maar zaken oppakken die echt moeten. En dat alles hangende de vraag van hoe nu verder en wat is de toekomst van de bestuursdienst. Dat zijn de eerste twee onderdelen van de mededeling. Het derde is dat wij in overleg met uw raad inmiddels ook een brief hebben gestuurd aan onze inwoners, waarin we onze inwoners informeren over de ontwikkelingen bij de bestuursdienst en dat we aangeven dat wij er als gemeente Omme van uitgaan dat de dienstverlening voorlopig blijft zoals die is. En ik vind het heel bijzonder dat die brief is gestuurd zowel door het college, maar zeker ook door uw raad. En ik vind dat een belangrijk signaal dat wij gezamenlijk met elkaar afgeven. Dus de brief is vandaag getekend, gaat op de post. We hopen dat het nog voor de kerst lukt. Maar ik vrees dat hij een beetje in de kerstpost terechtkomt. Maar het is wel belangrijk om dat ook hier te melden. Dat zijn de mededelingen die ik wil doen over de bestuursdienst Omme Hardenberg. Meneer De Jonge, ik stel voor, ik geef graag de ruimte om een korte reactie te geven, maar ik wil niet met u in debat gaan op dit moment over dit onderwerp. Geef ik u de gelegenheid om een korte reactie te geven? Meneer De Jonge, u wilt als eerste reageren. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb inderdaad via de G4 begrepen dat u een korte reactie wil en geen discussie. Het was ook niet mijn bedoeling om een discussie aan te wakkeren, maar mijn fractie vindt het van belang daar om hier toch nog een paar woorden over uit te spreken. En allereerst, voorzitter, moet ik naar uw college, maar ook naar uw voorganger, de heer Bas van Kerk, uitspreken dat er zeer accordaat gehandeld is en ook gereageerd is. De brief die u gezonden heeft spreekt ons zeer aan en heldere taal, voorzitter. Vandaag hebben wij vernomen dat Omme hier met Hardenberg niet alleen in staat. Want in het Groene Hart van Utrecht, en dat ruist al een tijdje, heeft ook Montfoort samen met IJsselstein de stekker eruit uit hun samenwerking getrokken. En ik ben benieuwd of de grote tv-mast daar nu nog morgen in de lichtje staat of dat die in donker gehuld zijn. Dat is niet het geval.
Het is niet gelukt dit jaar, hoewel het de 25e jaar is, om die lichtjes erin te krijgen, omdat er in het begin al een kortsluiting is geweest. Ja. En het de tijd te kort was om die lichtjes nog deze kerst er weer in te halen. Dus het is echt donker daar. Ja, dat betreurt me dan, voorzitter, want op eerste kerstdag is het goede gewoonte dat ik naar mijn schoonmoeder in het westen van het land moet. En de mooie daarvan was de rit langs de toren in de lichtjes. Dus ik hoop niet dat ze meeluistert, maar... maar voorzitter, even terug to the point, want... Al op maandagavond 4 december, toen ik in bed lag, werd ik, nou, laten we maar een mol noemen, uit Hardenberg gebeld dat dit in Hardenberg afgesproken wordt. Want zo lopen de zaken ook in de wereld. Voorzitter, wij waren, mijn fractie, die was zeer en zeer, zeer verrast dat dit gebeurde. En mede waarom? Omdat wij als presidia van Hardenberg en Ommen goed in gesprek waren, had ik het idee om te kijken van hoe we nog beter met elkaar konden samenwerken. Dus eigenlijk, mijn fractie die heeft dus even teruggekregen in de geschiedenis. En dan zie je dat er een grote slag bij Arnhem was, waar iemand uit Coevorde optrok om ruzie te maken met de bisschop van Utrecht over wie er over de bezittingen gaan hier in dit land, in deze streek. Voorzitter, ik hoop niet, want daar lijkt het wel een beetje op, dat we dadelijk ook nog een slag bij Hardenberg krijgen, waar Peter Snijders op gaat trekken tegen u. Ik hoop dat wij in alle rusten hier een oplossing van vinden. En ik hoop ook dat wij als gemeenteraad daar samen in op kunnen trekken en dezelfde visie kunnen hebben. Voorzitter, aan de andere kant ziet mijn fractie ook kansen. Want als je kijkt in het NRC Handelsblad van een aantal weken geleden, volgens mij van 28 november, daar worden door een aantal geleerden uit Groningen die daarop afgestudeerd zijn aangegeven dat er meer in het leven is dan ambtelijke samenwerking. En dat samenwerking met andere gemeentes, dus los van elkaar, ook wel financiële voordelen en kwaliteitsverbetering kunnen oplichten. Dus wij zien er ook wel mogelijkheden in, voorzitter. Wij hopen één ding, dat wij als gemeenteraad, ik ben bijna aan het einde, voorzitter, dat wij als gemeenteraad samen met u, dat u een mooi pad voor ons uitstippelt, maar dat we de daadwerkelijke besluiten kunnen parkeren tot na de gemeenteraadsverkiezingen, wanneer er een nieuw college gevormd is. Want we hebben nog 2 jaar te gaan om, als de echte stekker eruit blijft gaan, nog 2 jaar te gaan om de boel op de rit te krijgen. En dan lijkt mijn fractie het sierlijk om daarmee te wachten tot na de verkiezingen. Voorzitter, één ding zou ik toch wel graag een kort antwoord van u hebben. Want als je de brieven leest en de persberichten vanuit Hardenberg, dan wordt er gesuggereerd dat u, dat het college, ons college, op de hoogte was op 26 september dat Hardenberg zou stoppen met de samenwerking. Mijn vraag aan u is, want ik vind dat de burgers van Ommen er ook rechting hebben, is dat zo? En als het zo is, waarom u dit niet medegedeeld heeft aan de gemeenteraad? Zijn er andere fracties die reactie willen geven? Geen andere fracties. Ja, ik heb ruimte gegeven voor reactie, niet voor debat. U heeft een hele korte feitelijke vraag gesteld. Ik denk dat het goed is om die korte feitelijke vraag te beantwoorden. En dan gaan wij verder met onze vergadering. Ja? Ik geef het woord aan de heer Schelen. Aan wethouder Schelen, excuus. Dank u wel, voorzitter. Ja, even over de vraag van 26 september. Met de beide colleges waren met elkaar in gesprek om zeg maar de samenwerking, vooral de samenwerkingsvormen te verbeteren, want het waren best wel ingewikkelde constructen. Daarover hadden wij met Rijnconsult een gesprek en dat gesprek dat liep. Er is dus zeker geen sprake van dat op 26 september er sprake is geweest van een mededeling, laat staan een overleg van het college van Hardenberg van wij gaan ermee stoppen. Wij hebben dat op 5 december pas gehoord en ook bij wijze van mededeling. Dus niet het overleg wat daarvoor nodig is. We hebben ook niet voor niets in ons persbericht aangegeven dat wij van mening zijn dat Hardenberg ook in de openbaarheid dit punt even moet rechtzetten. Dank u wel, wethouder Schelen. Dan gaan wij door met onze agenda. Ik kom bij de hamerstukken en ik wil het als volgt doen. Ik ga u het hamerstuk voorlezen. Ik vraag u of u een stemverklaring wilt afleggen. En als dat niet zo is, dan stel ik het besluit vast.
Het eerste is aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Wil iemand daarover een stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval, dan is het vastgesteld. Ik kom bij de notitie de kinderen en jongeren in de gemeente Ommen. Wil iemand een stemverklaring afleggen? Meneer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Ja, dat willen we graag. Namens de fractie van de VOV willen wij laten weten dat wij met name over het derde punt in het raadsbesluit. En dat gaat over het inzetten van de alom bekende monitor, een sturingselement. Dat we daar in de commissie al van hebben aangegeven van ja, daar kunnen we wel toe besluiten. Alleen wij kennen die monitor nog niet. En eigenlijk roepen we daar al in ander verband een hele tijd over. En wanneer krijgen we die te zien? Toen heeft de wethouder, voorzitter, ons beloofd dat wij een week later in de klankbordgroep Sociaal Domein uitgebreid kennis zouden kunnen nemen van de monitor. Met de idee dat daarmee onze zorg zou worden weggenomen. Voorzitter, die klankbordgroep heeft plaatsgevonden en wij zijn als fractie van de VOV behoorlijk teleurgesteld over het resultaat wat we daar te zien hebben gekregen. Het klinkt allemaal naar de toekomst toe best wel goed, alleen we zijn toch teleurgesteld en vinden het een beetje te makkelijk en te kort door de bocht, zeker gezien de toezegging van de wethouder, om onderdeel 3 te besluiten als we daar nog maar zo weinig van hebben gezien. En met zo weinig bedoel ik een tipje van de sluier en niet meer dan dat. Dat heeft ertoe geleid, voorzitter, dat onze fractie niet omdat we het niet belangrijk vinden dat dit doorgang vindt, maar als een signaal dat meneer Middelkamp, wilt u het als bespreekstuk agenderen? Want een stemverklaring is een korte toelichting op het stemgedrag en u start een debat. We hebben aan het begin van de vergadering de vraag aan de orde gehad of we de agenda zou kunnen vaststellen. U had ook kunnen aangeven dat u dit onderwerp als bespreekstuk wilt inbrengen. En ik ben even aan het zoeken wat u nu precies wilt. Want een stemverklaring is een korte toelichting op uw stemgedrag. Voorzitter, het is misschien iets langer dan u had gehoopt, maar ik was bezig met de laatste zin uit te spreken om het af te ronden. En het komt erop neer dat we een signaal willen geven dat we, ondanks de toezegging van de wethouder, toch teleurgesteld zijn over het resultaat. En vanuit die optiek tegen dit voorstel zullen stemmen. En tegelijkertijd gaan we ervan uit dat het gewoon wel doorgaat, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Middelkamp. Dan stel ik vast dat we dit voorstel kunnen vaststellen en dat de fractie van de VOV heeft tegengestemd. Ja? Oké. Okay. Ik ga door naar het volgende agendapunt. En dat betreft de verlenging van de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp IJsseland. Wil iemand daar een stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval. Dan hebben wij dit vastgesteld. Agenda punt 9, de verplaatsing van de postduivenvereniging De Luchtpost, molenpad 9 te Ommen, naar het Ariervlier. Wens iemand daar een stemverklaring af te leggen? Is niet het geval. Is dat ook vastgesteld? Ik kom bij de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied herziening Varsenerseweg. Wens iemand daar een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Is dat ook vastgesteld? En dan kom ik bij de bespreekstukken. En het eerste bespreekstuk betreft de ontheffing van het woonplaatsvereiste voor burgemeester Hans Vroom. Wens iemand daar bespreking van dit onderwerp? Als dat groot geval is, dan zal de waarnemend voorzitter de hamer overnemen. Als u dat niet wenst, dan stel ik voor dat we dit vaststellen als hamerstuk. Niet als hamerstuk, maar wel zo vaststellen. Ik kom bij agenda punt 12, beeldend gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022. De LPO heeft gevraagd om dit agendapunt te bespreken, dus ik geef de heer Bongers, denk ik. Ja, meneer Bongers, graag het woord. Meneer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Even contact maken. Daar is hij. Ja, het beeldend gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022. Voorzitter, laat ik beginnen met de opmerking dat het raadsvoorstel en de bijbehorende documenten over het algemeen goed leesbaar geschreven zijn.
En dat er voortvarend is gereageerd op de verschillende vragen die in de voorbehandeling van het voorstel zijn ingediend. Ik zal in mijn bijdrage vanavond dan ook mij beperken tot een aantal principiële zaken. Allereerst het al dan niet rechtvaardigen van een IBA. In de notities wordt uitgelegd waarom er geen riolering is aangelegd op verschillende plaatsen, met als overwegende argument dat de vaste riolering minder rendabel is en er daarom ontheffing is aangevraagd. Maar dat wil niet zeggen dat het vervangen van de IBA door riolering niet kan en niet kostendekkend kan zijn. Dit is vooral een kwestie van de wijze waarop het een en ander gefinancierd wordt. En daar komt nog bij het aspect van volksgezondheid. Een aspect wat in dit verband moeilijk te kwantificeren is, maar wel degelijk een factor van belang. Wij pleiten ervoor om de afweging IBA versus riolering opnieuw te bezien. Voorzitter, en dan het aspect kosten voor het onderhoud en het instand houden van het stelsel van rioleringen. Hier zit naar de mening van de LPO toch een luchtje aan. Een vervelend luchtje. Om te beginnen zijn wij verbaasd over de enorme kosten die opgevoerd zijn onder het kopje overige lasten. Dit zijn onder andere de uren van de BOH, maar ook de kosten van energie en telefonie. Met een gemiddelde jaarlast van ruim 300.000 euro. Nu de BOH, bestuursdienst Omroep Hardenberg, in staat van ontbinding verkeert, zullen we hier vanavond niet verder op ingaan. Maar dan, voorzitter, moet er maar liefst in de toekomst 175.000 euro extra opgebracht worden om ons riolerings- en watersysteemklimaat robuust te maken. Maar dat is toch geen nieuws? Dat wisten we ook al in 2014. Het jaar waarin wij de reserve riolering van bijna 3 miljoen euro hebben laten vrijvallen. Hiervan is nog maar liefst 781.000 euro ten goede gekomen aan de voorziening toekomstige vervanging riolering. En ruim 2 miljoen euro is gestort in de algemene reserve om de begrotingstekorten van de gemeente Ommen aan te vullen. U weet wel, het zogenaamd sluitend maken van de begroting. We hebben in 2014 expliciet gevraagd of het opheffen van de reserves niet tot tariefsverhoging voor de burgers zou leiden. Daarnaast hebben we een extra storting, wat ik eerder zei, van 781.000 euro gedaan om de toekomst veilig te stellen. En nu worden er alweer tekorten voorzien, waardoor de tarieven van het rioolrecht met extra 15 euro moet stijgen bovenop de inflatie. Kan het college in casu de wethouder aangeven wat er tussen 2014 en 2017 veranderd is, waardoor de tarieven moeten stijgen? Dat kan niet het zogenaamd klimaat robuust maken van ons rioleringssysteem, want dat gold ook al in 2014. Voorzitter, dat is het voorlopige eerste termijn. Dank u vriendelijk, meneer Bongers. Zijn er andere vragen uiteraard, meneer Marsman? Mag ik u uitnodigen? Op je drukken, dan doet hij het beter. De fractie van de ChristenUnie heeft over dit beeldend gemeentelijk rioleringsplan in de commissie diverse vragen gesteld. Het functiegericht rioolbeheer ten opzichte van het cyclisch vervangen van riolering is ons nu duidelijk. Het lijkt ons een prima initiatief om te onderzoeken of we de pijn wat kunnen uitsmeren, maar vooral ook wat naar achteren kunnen smeren, want dat is namelijk wel wat we beogen met functiegericht rioolbeheer. Ons riool zo lang mogelijk in stand houden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Meneer de voorzitter, dat er dan nog steeds forse investeringen aan zitten te komen, dat zal niemand mogen verbazen. Uit de huidige GRP van 2014 was het al bekend dat er enorme investeringen gedaan moeten worden. Een piek van 2,3 miljoen in 2023 en maar liefst een piek van 4 miljoen in het jaar 2030 en alle andere jaren ook 1 tot 3 miljoen. Ik kan het grafiekje nog zo voor mijn ogen halen. Dit gegeven was ook de reden van de ChristenUnie om in het najaar van 2014 tegen de begroting van 2015 te stemmen. Want in die begroting werd het voorstel gedaan om de reserve riolering op te heffen. Een zeer fors bedrag is toen de algemene reserve ingegaan en een wat kleiner bedrag werd nieuw ingezet in een zogenaamde spaarvoorziening. De ChristenUnie vond dat toen de hele reserve overgeheveld had moeten worden naar die spaarvoorziening.
Het was namelijk geld bijeengespaard door onze eigen inwoners voor toekomstige investeringen in ons riool. Echter, dat geld verdween in de algemene reserve. Een financieel gat werd ermee gedicht en dat heeft er mede toe geleid dat we in de afgelopen periode een aantal onverstandige uitgaven hebben gedaan. En dan gaat in dit voorstel de inwoner alsnog de prijs betalen. Het rioolrecht gaat in 2021 met 15 euro extra stijgen. En die 15 euro wordt in het voorstel verdedigd doordat wij onze riolering klimaat robuust moeten maken. Een bedrag van 175.000 euro per jaar. Maar we mogen vaststellen dat dit bedrag in geen verhouding staat met de forse investeringen waar we tegenaan lopen en waarvan we ook al jaren weten dat ze eraan komen. Meneer voorzitter, en wat ons dan ook wat irriteert in dit voorstel, is dat zo'n verhoging dan ook gelijk weer gebagatelliseerd wordt. Want Ommen zit met haar riooltarieven nog steeds in de onderste regionen, dus het kan wel wat leiden. Dat soort argumenten horen we ook bij de verhoging van OZB. En als we dan naar het totaalplaatje kijken hoe Ommen het doet met de woonlasten, dan constateren we dat Ommen nu al in de top 5 van stijgen staat in Overijssel. En dat plaatje wordt er dus niet beter op de komende tijd. Meneer de voorzitter, de fractie van de ChristenUnie zal desondanks, we zien het als een verlengde stemverklaring, we zullen desondanks voor dit voorstel stemmen. Daar is het onderwerp ons ook veel te belangrijk voor. Maar het mogen duidelijk zijn dat we uiterst ongelukkig zijn met beslispunt 4 uit het voorstel, waar we ons inziens de inwoners laten opdraaien voor een stuk beleid die op een aantal punten niet de onze geweest zou zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Marsman. Andere leden van de raad wensen die het woord wensen? Dat is niet het geval. Dan geef ik ter afronding van de eerste termijn gelegenheid aan wethouder Schedel. Want er zijn vragen gesteld. Excuus, meneer Katerberg. Wethouder Katerberg heeft het woord. Het kaartje is een belangrijk gegeven, begin ik te merken in deze raad. Het is eigenlijk zo'n lintje aan je broek moeten hebben, zodat je het met zo'n elastiekje, dat het altijd kunt gebruiken. Ja. Oké. Okay. Wethouder Katerberg. Ja, dank u voorzitter. De beide fracties die het woord gevoerd hebben, die vallen over het opheffen van de reserve in 2014-2015. En ik kan me dat voorstellen dat men dat nog een keer aanstipt op dit moment vanwege het feit van dat men daar toen op tegen was. Maar de voltallige raad heeft toen een besluit genomen en dat besluit was om de reserves op te heffen. Dan de opmerking van de heer Bongers. In 2014 was al te voorzien dat we onze riolering klimaatbewust moesten maken. Van, nou, als u dat toen al voorzien had, dan had u dat kennelijk op een andere manier in moeten brengen, zodat het wel opgepakt was. Want wij pakken het nu op. En niet in 2014. En de tariefverhoging, waar wat problemen over zijn, als ik sommige mensen hoor over onze woonlasten in zijn totaliteit, van die 15 euro, die is echt noodzakelijk. Die is bitter noodzakelijk, staat ook gemotiveerd waaraan dat uitgegeven wordt van. Wat dat betreft heb ik mijn antwoord nu gedaan. Dank u wel, wethouder Katerberg. Meneer Bongers, ik heb sterk de indruk, ja, u mag vanaf uw plaats dat u wilt reageren. Ja, dank u wel, voorzitter. Even in puur inhoudelijk. We hebben uiteraard in 2014 hebben we gewaarschuwd van en ook gevraagd van, betekent dit dat de voorziening die er nu is en de tarieven die er nu zijn voor de riolering, zijn die voldoende om toekomstig bestendig te zijn? En het antwoord was volmondig ja. Als ik nu de stukken lees zoals die nu liggen, dan wordt zelfs een norm gehanteerd, de Ommen-norm zal ik het maar even noemen, die zelfs nog minder strak is dan wat eigenlijk wordt voorgeschreven. We zijn dus eigenlijk nog wat minder zuinig op onze riolering dan eigenlijk zou moeten. Dat betekent dus dat we eigenlijk nog te zuinig zijn. Dan kan het niet zo zijn dat je in 3 jaar tijd de problematiek van klimaat robuust maken was toen ook al
allemaal aan de orde. Dus dat zijn geen nieuwe inzichten. Het wordt leuk even opgevoerd. Maar ik heb van de heer Katerberg geen argumenten gehoord waarom er nu in één keer wel meer geld opgehoest moet worden. En het is wel bijna 3 miljoen euro, voorzitter, die de Ommenaren hebben moeten sparen, opgebouwd hebben. Die volledig in de reserves zijn verdwenen om de gaten in de begroting te dichten. En dan is het schandalig dat nu over de rug van de burgers de tarieven weer omhoog gaan. Net zoals de WOZ-belasting met bijna 7% stijgt. En vervolgens door de wethouder wordt gezegd van nee, het gaat beter om me. De tarieven zijn allemaal goed, niks aan de hand. Schandalig. U mag het zien als een verkapte stemverklaring. Dank u wel. Zijn er andere fracties die in het kader van de tweede termijn nog het woord willen voeren? Dat is niet het geval. Er zijn geen vragen gesteld aan het college. Dus dan breng ik het voorstel nu in stemming. En dan kijk ik even de griffier aan. Er is één verkapte stemverklaring. Nee, er is als stemverklaring bedoelde inbreng in de tweede termijn uitgesproken. Daar nemen wij kennis van. Zijn er andere fracties die nog een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Dan moeten wij tot stemming overgaan. En dan kijk ik even de griffier aan waar wij beginnen, geachte griffier, met stemming. Als LPO tegen is, dan is de rest... Voorzitter, kan het u makkelijk maken, de LPO is tegen. U heeft mij zeer geholpen. Kunnen andere fracties zich vinden in het voorstel? Dank u wel, dan is het voorstel aangenomen en heeft de LPO-fractie tegengestemd. Dat is helder. Dan is het voorstel daarmee aangenomen. Dank u wel. Ik kom vervolgens bij de ingediende motie. Het project Ommenmars. Moties ingediend door de LPO. En ik denk dat het goed is als u die... Oh, excuus, meneer Remmers. Het lijkt me heel goed als u het woord daarover overvoert. U merkt wel, ik moet mijn blikveld nog iets verbreden. Ik zeg u toe dat ik daar zeer mijn best voor zou gaan doen. En ik denk dat het gaat lukken. Ja? De taakverdeling wordt vanzelf duidelijk, burgemeester. Daar heeft u gelijk in. Ja. De LPO heeft een motie vreemd. En die is gekoppeld aan de laatste raadsinformatiebijeenkomst die wij hier gehouden hebben. En betreft dus het project De Ommenmars. Ik zal me beperken tot de voorlezen. Betreft de Raad van de Gemeente Ommen. Overwege dat de werkgroep Ommenmars van de Vereniging Natuur en Milieu de Vegstreek het project Ommenmars gepresenteerd heeft in een raadsinformatiebijeenkomst op 14 december jongsleden, met inbegrip van de uitkomsten van het participatietraject dat genoemde werkgroep heeft georganiseerd. Het gaat hier om een burgerinitiatief dat past binnen de kaders van het gemeentelijk participatiebeleid. Het burgerinitiatief voor het project Ommenmars niet alleen morele steun verdient, maar ook faciliterende steun van de gemeente. De gemeente die stimuleert, faciliteert, verbindt en meedenkt. Dit conform de hoofdlijn van het participatiebeleid. En overweegt dat het in de huidige situatie goed is om te bekijken wat de gemeente Ommen kan doen om te helpen de kans op realisatie van het burgerinitiatief zo groot mogelijk te maken. Is van mening dat de gemeente Ommen door middel van adequate ambtelijke ondersteuning een positieve bijdrage kan leveren aan het mede mogelijk maken van uitvoering van het project Ommenmars. Een bijdrage die door de stichting en oprichting bijzonder op prijs wordt gesteld. Dit betreft onder andere overleg met de betrokken partijen, in kaart brengen van de financiën, voorbereiden van de eventuele benodigde procedures, met andere woorden een faciliterende rol. Draagt het college op om het burgerinitiatief Ommenmars positief te ontvangen en die ambtelijke ondersteuning te bieden die het project nodig heeft. En hiermee de kans op realisatie zoveel mogelijk te optimaliseren. En gaat over tot de orde van de dag namens de fractie van de LPO, de heer Remmers. Dank u wel. Ja, en daarmee is de motie ook voldoende ondersteund. Hij wordt ook uitgedeeld. De motie is aan u
uitgedeeld en ik wil u graag de gelegenheid bieden om op de motie te reageren. En ik zal daarna, omdat er ook een uitnodiging aan het college is, daarna het college de gelegenheid geven. Mevrouw Bakelaar. Voorzitter, ik zou graag 10 minuten willen schorsen. Wij schorsen 10 minuten. Ja, wij schorsen tot... wij schorsen tot 7 minuten over 8:30. Dames en heren, ik ben buitengewoon trots op u. Het is namelijk precies 7 minuten over 8:30. Dus ik verheug me echt op de komende jaren. Dit wordt echt een fantastische samenwerking. Mevrouw... mevrouw Bakelaar, u heeft gevraagd om schorsing, dan heeft u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, wat een discipline, hè, van ons allen. Voorzitter, dank u wel. U zag wellicht dat wij even naar beneden gingen en wat grotere groepen hebben als coalitie even bij elkaar gezeten. Omdat een aantal zaken toch wel ons verwonderen. We hebben, zoals we weten, een raadsbijeenkomst of een informatiebijeenkomst over dit thema gehad en dit burgerinitiatief. Waarin we met elkaar hebben uitgesproken burgerinitiatieven te ondersteunen, te stimuleren, niet voor niets het noberschap. Tegelijkertijd is het ook wel goed om te kijken wat er gebeurd is tijdens die raadsinformatiebijeenkomst. Toen is er nadrukkelijk ook aangegeven, nu zijn de burgers, in dit geval het burgerinitiatief, de betrokkenen aan zet. Zij geven aan wanneer zij ons nodig hebben, hoe ze ons nodig hebben. Het bijzondere is dus dat wij nu vanuit de raad, via deze motie vreemd, gaan sturen, besluitvormend, op een burgerinitiatief. Nou, dat is opmerkelijk. Volgens mij past dat absoluut niet bij een terugtredende overheid. Past niet bij een faciliterende overheid. Past absoluut wel bij een directieve overheid. En dat is niet de overheid die wij willen zijn als coalitievoorzitter. Dus los van het feit dat wij positief tegenover burgerinitiatieven staan, ook positief staan tegenover dit initiatief, hebben wij gezegd, wij doen geen toezeggingen en wij laten ook het initiatief daar waar het ontstaan is. En vervolgens kijken we hoe verder. Nou, dat in eerste termijn. Wat wij nog wel als vraag hebben aan de wethouder zou zijn, van hoe kijkt de wethouder hierop naar? Maar dit is onze eerste reactie. Dank u wel. De wethouder zal vanzelfsprekend reageren, maar ik geef eerst de ruimte aan de andere fracties in de raad die daar behoefte aan hebben. Meneer de Jong, ik zie u bewegen. Dus u wil net spreken. U wil net spreken, schuld. Voornemen alvast. Ja. 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 Meneer de Jong, u heeft het woord. Ja, goed, ook dat bewegen, dat is niet helemaal waar, want ik beweeg me rot. Ja, ja, voorzitter. Ja, remrotten kan ik niet meer als opa zijnde. Maar ja, voorzitter, ondanks wij achter dat initiatief staan, ben ik ook een beetje verrast door deze motie. Want afgelopen donderdag was het volgens mij, hebben we een informatiebijeenkomst gehad. Daar heeft de voorzitter van Natuur en Milieu de Verstreek in de hoedanigheid van kartrekker over dit project een toelichting gegeven van de stand van zaken. Voorzitter, op het moment voor de afsluiting heeft hij gevraagd van kan de gemeenteraad, of het is heel apart, zei hij volgens mij, dat hoort niet hier eigenlijk thuis, maar ik heb een beetje steun nodig. Kunt u als aanwezige mij zeggen dat u het project ondersteunt en zodat ik daar wat mee verder kan? Er zijn wat vragen over geweest. Ik heb begrepen dat hij die steun, en die heb ik hem zeker gegeven, want wij staan als VOV volledig achter het project, maar dat hij die steun vroeg om bij u, of via u moet ik zeggen, aan de deurbel kon drukken om een aantal dingen met u of dan wel met de ambtenaren te bespreken. En dat was A, eventueel financiën. B, ondersteuning van de ambtelijke organisatie, want daar is ook vanuit de gemeenteraad vragen aan hem gesteld van, heeft u dat nodig? Nou, dat had hij wel heel plezierig gevonden. En de derde was eventueel een wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen. Ik had voor mij in beeldvorming het idee dat de grootste deel, alleen de VVD-fractie heeft zich uitgesproken om die steun niet te geven, van de aanwezigen,
die, dat kleine duwtje die de stichting nodig heeft, een kleine duwtje te geven. Laten we open en transparant zijn. Achteraf is er wel een mailwisseling geweest. Er is een andere fractie die heeft ook gezegd dat ze zich achter de fractie van, en dat was de CDA, achter de fractie van de VVD schaarde. Ik heb daar al gezegd, en dat wil ik nu ook herhalen, dat ik dat een heel vreemd, heel vreemd iets vind. Want mevrouw Bakelaar die geeft het aan van wij ondersteunen volledig burgerinitiatief. Daar hebben we ook hele goede dingen van gedaan de afgelopen periode. Prachtige initiatieven. En dit initiatief was juist het mooiste, dat was het eerste initiatief wat vanuit de burgers, al voordat wij de grote stap hebben gemaakt om iets met die burgerinitiatieven te doen, Dus ik ben gedeeltelijk met mevrouw Bakelaar eens dat dit initiatief verder uitge... Mevrouw Bakelaar, u wilt een interruptie plegen. Ik geef meneer De Jonge de gelegenheid om de zin af te maken en dan geef ik het woord aan... Ik weet niet meer waar ik gebleven ben, voorzitter. Dus laat mevrouw Bakelaar de interruptie maar plegen, want het zou wel een hele belangrijke interruptie wezen. Dus ik... Ja, zo zijn de regels van het spel, dus mevrouw Bakelaar. Ja, ik denk dat het wel even heel belangrijk is om aan te geven dat wij niet zozeer tegen dit burgerinitiatief zijn. We hebben morele steun, maar in de wetenschap, zoals de voorzitter dat tijdens de raadsbijeenkomst die hij van de Moor heeft aangegeven, dat er wel degelijk allerlei infrastructurele zaken, bestemmingszaken en dergelijke aan zijn grondslag liggen. En dat je dus niet zomaar een toezegging kan doen. En dat is wat anders dan aangeven dat wij niet voor dit voorstel zijn. Of het burgerinitiatief. Voorzitter. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Meneer Bongers. Toch wel een keertje. Ja. Excuus. Ja. Het ligt op mijn bordje. Daarop even ingaand, want er wordt natuurlijk nu een paar dingen gezegd aan de aanleiding van de motie. Wat natuurlijk in die raadsbijeenkomst... Als u wilt reageren op de inbreng van de heer... van de heer De Jonge, dan geef ik hem eerst de gelegenheid om zijn inbreng af te ronden. Nou, het is een reactie weer op mevrouw Bakelaar, maar dat wordt misschien wat ingewikkeld dan. Ja, dat wordt denk ik toch een beetje ingewikkelder. Dus dan geef ik toch de heer De Jonge echt de gelegenheid om zijn bijdrage af te maken. Meneer De Jonge. Ja, voorzitter, concluderende dat mevrouw Bakelaar ook geen vragen aan mij gesteld heeft, maar een toelichting heeft gegeven, daarvoor dank. Zitten we toch niet ver van elkaar, want inderdaad heeft op dat moment de voorzitter, de heer Van de Mooren, helder samengevat van waar we stonden. En op de vraag gereageerd van, kunt u op dit moment en geen toezeggingen doen over dat we akkoord zijn, want dat hebben we helder uitgesproken, over bestemmingsplanwijzigingen, over weet ik wat allemaal, over financiën. He, dus... In mijn optiek, voorzitter, want wij ondersteunen, en ik haal het nog een keer, het project Om een Mas voor de volle 100%. Deze motie gaat mij net iets te ver. En waarom? Omdat de heer Kuiper toegezegd heeft dat hij bij u, en dat herhaal ik even, bij uw college aan de bel zal trekken en gaat overleggen. En pas wanneer daar een uitkomst van is, met zijn burgerinitiatief verder gaat en kijken wat hij nodig heeft. Ondersteuning, wat kost dat? Bestemmingsplanwijziging. En dan is het dan pas in orde. Want wij hebben hem een klein duwtje gegeven. We gaan er lekker mee aan de slag. En bel, want wie is de verantwoordelijke wethouder ervoor? Want dan ben ik ook een beetje de weg kwijt. Nou, in goede handen. Dus die gaat aanbelden bij de wethouder Katerberg. En dat was mijn eerste termijn of mijn mededeling in deze, voorzitter. Voorzitter. Dank u wel, meneer De Jonge. Mag ik nu misschien wel naar meneer De Jonge toe? Jazeker. In die vergadering zijn er twee dingen duidelijk naar voren gekomen. De eerste vroeg de heer Kuiper onze morele steun, als ik het zo mag uitdrukken. Van goh, staan jullie erachter? Hoe kijken jullie daar als raad tegenaan? Daarvan is volgens mij, als ik het goed herinner, unaniem gezegd van nee, wij steunen het initiatief. Ga er vooral mee door. Wat op zich natuurlijk prachtig is, daar was hij al blij mee. Alleen is het een redelijk vrijblijvende toezegging, want we wilden geen andere toezegging doen. Het tweede wat hij gevraagd heeft, van goh, zou het niet mogelijk zijn als we als werkgroep ambtelijke ondersteuning zouden krijgen? Ja, we hebben ervan gezegd van geen financiële steun, geen toezeggingen, we leggen ons nergens op vast, maar er moet nog heel veel uitgezocht worden. Met kennis en expertise die de werkgroep niet in huis heeft. Dus het enige wat, en dat is ook het enige wat in deze motie staat, is van goh, willen jullie als raad niet zorgen dat die werkgroep ambtelijke ondersteuning krijgt om te komen tot een goed plan, tot een goede uitwerking van het plan. Met alle ook financiële consequenties en dan bij ons terug te komen via de commissie en via de raad om op die manier tot besluitvorming te komen. Dus daarom vraag ik aan de heer De Jonge, wat is het probleem wat hij ziet? Wat is het verschil?
Meneer de Jonge, ik heb de indruk overigens dat meneer de Jonge dat uitgelegd heeft in zijn inbreng. Maar ik geef meneer de Jonge nog graag de gelegenheid om nog even kort op te reageren. Maar waarvoor dank, voorzitter. Twee dingen via u naar de heer Remmers. Dat is A, dat ik graag had gezien dat de stichting of het onderdeel van Natuur en Milieu de Verstreek, die daarmee bezig is, dat die het verzoek bij u neerlegt. Dat die ook aangeeft van hoeveel ondersteuning die nodig heeft. Want ik heb wel eens begrepen dat het geen vrijheid blijheid is, zo'n ondersteuning. Daar zit een kostenplaatje aan verbonden. Ik heb wel eens prijskaartje gehoord van, nou ja, laat ik die ook niet uitspreken, maar een behoorlijk bedrag. En mijn fractie wil in ieder geval weten van welke steun wensen, wordt er gewenst. Dus dan kan er pas beantwoord worden of de heer Kuiper moet al bij de heer Katerberg geweest zijn. Van hoeveel steun is er nodig? Wat kost dat? En als dat nou ja, onder een grens is, dan zou ik zeggen van geef die ondersteuning. En boven de grens, dan verwacht ik dat je hier bij de raad terugkomt van dat we die financiën faciliteren. Dank u vriendelijk, meneer de Jong. Zijn er andere leden van de raad die nog kunnen reageren? Meneer Van der Mooren? Ik zit een beetje te twijfelen, meneer de voorzitter, omdat ik niet zozeer een vraag heb. Ja, ik heb wel vragen, maar niet aan, aan de mensen, aan de sprekers, aan mijn buurman. Maar meer eigenlijk van sinds wanneer moeten wij ambtelijke ondersteuning zien te verkrijgen via een motie voor burgerparticipatie? Dat is gewoon de eerste vraag die ik heb. Met andere woorden, ik volg het betoog van mevrouw Bakelaar. En dan komen volgens mij dit soort acties vanzelf. Daar heb ik geen motie voor nodig. Bovendien, en dat vind ik eigenlijk veel belangrijker, een paar keer is het nu over tafel gegaan dat het gaat om een werkgroep van de Vereniging van Natuur en Milieu. Ik meen te weten dat het absoluut niet zo is. In tegenstelling tot, geloof ik, wat bij het Varsnerveld plaatsvindt, is dit echt een groep die bezig is met het initiatief voor de Ommermars, waar heel wat burgers van Ommen mee te maken hebben. En dan mag de heer Kuiper ook wel een andere hoedanigheid hebben, maar die hoedanigheid speelt hier echt, bij mij weten, geen enkele rol. Voor dat misverstand moeten we toch wel een beetje oppassen. Dus ik heb verder geen vraag. Dank u wel. Andere leden van de raad? Dan vraag ik de wethouder om de vragen die gesteld zijn te beantwoorden en ook te reageren op de motie in eerste termijn. En het staat nu op de heer Van der Mooren die was zo straks al achter de tafel om zijn mooie sokken of kousen te laten zien, maar dat lukte niet helemaal en vandaar denk ik deze move. Goed, de motie. Direct even reageren op het initiatief. Het initiatief, daar heb ik al eens een keer over gesproken met meneer Kuiper. En toen heb ik ook gezegd van sympathie voor het hele idee. Alleen ik heb geen opdracht van de raad om wat uit te gaan voeren. En ik heb daar ook geen budget voor. En toen heb ik hem ook aangeraden om middels het Ommerpodium de zaak bespreekbaar te maken. En dat brengt me op het eerste zaak van als we nou in deze motie meegaan, wat doen we dan met andere initiatieven van het Ommerpodium? Wat doen we met andere vrijwilligersorganisaties die een beroep doen op de gemeente, op ambtelijke ondersteuning? En dat brengt me dan op het volgende van wat ik hierin mis. Dat is eigenlijk een kader waarbinnen geopereerd zou kunnen worden en het geld ontbreekt. Ook ambtenaren kosten geld. Dus het college ontraadt deze motie. Maar ik doe wel de toezegging. Als de groep komt, zal ze warm worden ontvangen. En dan gaan we ook ambtelijk verkennen wat we kunnen doen. Collega Lagasse zei al tegen mij van, mogelijk is leader. Meneer Katerberg, er is een interruptie van de heer De Jonge. Dus ik wil de heer De Jonge even de gelegenheid geven om een interruptie te plegen. Ja, voorzitter, dank u wel. Want In een van de vorige zinnen zei de heer Katerberg van ik heb geen opdracht gekregen van de raad om dit uit te voeren. De vraag aan de heer Katerberg dan via uw voorzitter van hoe die dat ziet. Want als je kijkt naar wat we hier afgesproken hebben bijvoorbeeld over nieuw naberschap en burgerparticipatie. Dat al dit soort zaken vanuit onderop moet komen. En mevrouw Bakelaar die gaf het ook al aan. Dan heb je toch geen heldere opdracht van de raad nodig. Want dan faciliteren we dat toch. Dank u wel.
Meneer wethouder Katerberg zal het in zijn beantwoording meenemen. Wij als gemeente willen wij een aantal dingen faciliteren, maar daar hangen natuurlijk wel kosten aan. En die kosten die zullen in beeld moeten zijn voordat je kunt gaan acteren als er een beroep gedaan wordt op de gemeente. Ja, voorzitter, als ik het goed beluister, betekent dat dat de wethouder terugkomt op hetgene wat hij net gezegd heeft en aangeeft, want ik heb mijn betoog op aangegeven, dat we er pas naar gaan kijken als de burgerparticipatie bij ons aan de deur belt en vraagt van om ondersteuning en een prijskaartje. Wethouder Katerberg. Helder. Voorzitter. Dank u wel. Meneer Remmers. Ja, ik moet er toch op reageren uiteraard. Want wat is het punt namelijk, en waar komt deze motie vandaan, is dat vanuit de werkgroep wordt aangegeven, ja, wij hebben contacten met de ambtenarij, die zijn er al, alleen daar, ik zal het netjes formuleren, vindt men het lastig om goed mee te werken aan het project, omdat ze zeggen van ja, er ligt geen opdracht, er ligt geen dekking vanuit het college om mijn tijd op deze manier te besteden. Ja, en nu zegt de heer Katerberg van ja, er ligt geen opdracht uit de raad. Dan denk ik van hoe gaan we met z'n allen de vicieuze cirkel doorbreken om iets tot stand te brengen wat we met z'n allen willen. Tenminste, dat hoor ik hier. Alleen, dan gaat het erom van ja, wie begint nu het eerst en waar begint het dan eerst? En het leek mij juist positief om op deze manier die cirkel te doorbreken en te zeggen van jongens, laten we nu zeggen van oké, er ligt een opdracht naar de raad, ga dit uitvoeren, breng dan in kaart als er kosten mee gemoeid zijn wat dat zijn, kom dan bij ons terug en kom dan om toestemming vragen om dat geld uit te geven. Wij hebben dat prijskaartje ook niet uiteraard. Ik weet toch niet eens wat een ambtenaar per uur kost, dus hoe kan ik hier een prijskaartje aanhangen? Dank u wel meneer Remmers. Meneer Dries Robles. Ik hoor nu volgens mij de heer Remmers een aantal dingen zeggen die volgens mij niet in deze motie staan. Want in deze motie staat namelijk dat het initiatief positief ontvangen wordt en we gaan die ambtelijke ondersteuning bieden die het project nodig heeft. Dat is nou net iets wat we op dit moment niet kunnen doen, omdat we namelijk nog niet weten wat de financiële consequenties van die benodigde ambtelijke inzet zijn. Dat is ook waarom wij toen de heer Kuiper hier daarover sprak en over de medewerking die ook nodig heeft van onze ambtenaren om een aantal bijvoorbeeld bestemmingsachtige zaken voor elkaar te krijgen, dat we hem gezegd hebben van nou geeft u dan aan wat u daarbij nodig heeft en laat u ons dan vooral weten wanneer dat aan de orde is, dan kunnen wij op dat moment het college, laten we zeggen, nog opdracht geven om te zorgen dat ze dat tijdig op de agenda zetten van de raad. Want het is wel de raad die de besluitvorming doet over dit soort zaken. En dat is volgens mij wat nou net in deze motie ontbreekt. Hierin wordt gezegd, wij zeggen die ambtelijke ondersteuning van tevoren toe. Dat kunnen wij niet doen, omdat wij niet weten wat wij dan toezeggen feitelijk. Voorzitter. Dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga zowaar mee met de heer De Jonge, want inderdaad, we hebben natuurlijk noberschap. Ja joh, hou je vast. We hebben noberschap en we hebben natuurlijk ook de crossovers. Hè? En crossover kun je zo wild zien als je wil. Alleen dan nog blijft zeg maar ons argument staan, volgens mij, dat het initiatief vanuit de burgers moet komen. En ik ga er dan vanuit dat er wel degelijk ruimte is en dat er gewoon ook al een opdracht ligt. Mogelijkheden liggen om een projectplan of whatever te kunnen starten. Als dat is wat ik de heer Remmers hoor zeggen. Dus volgens mij is dat wat het is. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Ik kijk nog even naar meneer Remmers voor een laatste reactie en dan gaan wij door. Het punt is namelijk van, nogmaals, die cirkel doorbreken. Er wordt nu ook gezegd van, ja, misschien zijn er wel cofinanciering mogelijk, ESF, EFRO, wat andere mogelijkheden. Je kan van die werkgroep niet verwachten dat zij die kennis in huis hebben. En je kan niet van tevoren precies de uren inschatten wat er benodigd is. Ik wil u vragen om toch bij de motie te blijven zoals die is ingediend. Dat doe ik. En ik stel dus voor om inderdaad die ambtelijke ondersteuning te bieden die werkgroep nodig heeft. En een van de eerste uitkomsten zal zijn een prijskaartje. En dan komt er op een bepaald moment, komt men hier terug om daar toestemming voor te vragen.
Niet meer en niet minder. Dank u wel. Dank u wel. Dat toelichting is helder en iedereen kan dat in zijn afwegingen meenemen. Ik kom dan feitelijk in de volgende termijn. U heeft de reacties van de collega's gehoord. Wilt u de motie in stemming brengen? Ja, de fractie van de LPO wil de motie in stemming brengen. Ik kijk even de raad rond. Ik weet dat de motie van de LPO, meneer Remmers en de heer Bongers, voorstemmen. U mag zeker een stemverklaring afleggen. Ja. En de stemverklaring van de LPO die zat in de motie zelf. Dus ik geef ook de heer de VOV de gelegenheid om stemverklaring af te leggen. Nou, voorzitter, eigenlijk kan mijn avond niet meer kapot met de steun van de CDA. En ik hoor net de heer Bongers ook al zeggen van dat ik van hem een stemverklaring mag afleggen. Dus de laatste raadsvergadering van well, we gaan altijd lachen weg, maar ik zal vanavond dubbel lachen. Want ik vind het zo'n plezierige avond. En ik wil ook de complimenten uitdelen aan de collega's van hoe ze vanavond met de VOV omgaan. Maar voorzitter, De stemverklaring is als volgt. Wij ondersteunen het project. Zien ook wel wat in de motie. Echter, wij willen graag dat zien dat de initiatiefnemers zelf een verzoek indienen bij het college. En willen dan via uw college hier een voorstel terug hebben. We willen het initiatief echt bij de burgerinitiatief laten liggen. Dus wij zullen daarom tegen deze motie stemmen. Een mooie en heldere stemverklaring, meneer Dukman. Dank u wel. Anderen die nog een stemverklaring willen afleggen. Mevrouw Bakelaar. Ja, het CDA geeft ook aan, wat ik daarnet ook al gezegd heb namens de coalitie, dat wij het graag het initiatief bij de burgers leggen, bij de stichting in dit geval. En dat wij vanzelf weer een voorstel terugzien en dat wij ook het initiatief op zichzelf moreel ondersteunen. Dank u wel. Meneer Moerman, partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Heel kort twee dingen erover. A, wij ondersteunen het project. Dat hebben we ook bij de raadsinformatiebijeenkomst duidelijk gemaakt bij de werkgroep Ommemars. En B, inderdaad, het is een burgerinitiatief. En du moment dat die werkgroep Ommemars zegt dit en dat hebben wij nodig, dan gaan ze naar het college toe. Die gaat naar de raad toe, in die volgorde. Dank u wel, meneer Moerman. Anderen nog, dan kom ik tot... Excuus, meneer Van der Mooren. Ook de fractie van de ChristenUnie wil graag een mentale ondersteuning uitspreken. Die mentale en morele ondersteuning hoor ik breed. Wie wil dat nog ondersteunen? Meneer De Vries, ik denk dat in mijn betoog daarnet ik ook al heel duidelijk gemaakt heb dat het project als burgerparticipatieproject alle steun verdient, maar dat het wel de normale weg wordt te bewandelen. En die is eerst met het college spreken wat er nodig is, vervolgens via een raadsvoorstel dat mogelijk maken. Dank u wel. Meneer De Ruiter. Ja, dank u wel, voorzitter. Kan ik natuurlijk niet achterblijven. een burgerinitiatief, als dat er is, ik zou bijna zeggen, zou per definitie gesteund worden. En daar staan we als VVD ook niet anders in. Dat gaat over het initiatief dat je het doet. Inhoudelijk is een hele andere kwestie. En ik sluit mij aan bij de vorige sprekers als het gaat om laten we in ieder geval de weg bewandelen, zoals voorgesteld. Eerst richting college, college richting raad. En dan zijn wij aan de beurt. Met besluitvorming. Wij stemmen dus voor alle duidelijkheid tegen deze motie. Dank u wel. Ik proef een zeer grote eenduidigheid in uw stemverklaringen. Dus misschien moet ik eens kijken of u zich aan kunt sluiten bij de stemverklaring van de voorganger in de toekomst. Dat neemt u weg dat ik alle begrip heb voor uw inbreng, vanzelfsprekend. Ik stel wel vast door deze stemverklaringen dat de fractie van de LPO heeft voorgestemd. En dat de andere fracties in deze raad met inachtneming van hun stemverklaring hebben tegengestemd tegen deze motie. En daarmee is de motie verworpen. De motie wordt verworpen. Ja, de motie is verworpen. Ja. Dank u wel. Dan komen wij bij het volgende agendapunt. En dat is het afscheid van, het is genoemd afscheid raadslid Bernard De Vries Robles. En als u het goed vindt, ga ik nu toch even achter de katheder staan. Ja. Geachte meneer De Vries Robles, beste Bernard. Ik heb het ervaren
Ik persoonlijk heb het ervaren als vier fantastische dagen. Jij in de raad, u in de raad en ik als voorzitter. Maar ik ben me wel zeer erg bewust dat mijn betrokkenheid bij deze raad heel kort is en nog weinig intensief is, heeft kunnen zijn. Maar dat die betrokkenheid van, en ik ga toch in de jouw vorm over, van jou de afgelopen jaren zeer intensief en zeer betrokken is geweest. Je bent een raadslid en het mooie van het uitzenden van raadsvergaderingen is dat ik zo af en toe ook kon kijken toen jij niet wist dat ik het zag. Dus dat geldt overigens voor u allen. Ik heb u allen gezien acteren in de raad. Maar dat ik ook de puntigheid en in de thema's heb gezien. En ook de vasthoudendheid in de onderwerpen die jij oppakte en die jij besprak. En daar ook de raad zeer bij de les hield. En soms ook in de richting ging van de raad probeerde de les uit te leggen, zal ik maar zeggen. Ja? Uit te leggen, zal ik maar zeggen. Dat is vanzelf sprekend ook het college niet ontgaan. En ik heb ook waargenomen dat er een uitspraak is van een gewaardeerd collegelid, de heer Schelen. Meneer De Vries, u heeft een punt. Dat is meer dan één keer uitgesproken, heb ik begrepen. En ik heb aantekening gekregen van de griffier, zo werkt dat natuurlijk. En ik doe het misschien in commissie, maar ik heb begrepen dat er ook puntenboekjes worden verzameld. Waar al die punten van jou in staan. Ik weet niet hoe ver we nu zijn en waar we die boekjes kunnen inleveren. Maar het zou toch leuk zijn geweest als we nog meer van die punten hadden kunnen sparen, denk ik. Als raad. Want we zien je nu vertrekken. Je gaat nu naar Zwolle. Je hebt een andere keuze daarin in gemaakt. En dat gebeurt ook. Dat hoort er ook bij. Maar dit is volgens mij zeker niet omdat je je niet betrokken voelt bij Ommen. En zeker ook niet omdat je je niet betrokken zou voelen bij onze raad. Integendeel. Ik gaf dat juist al aan. En die betrokkenheid bij de Ommense politiek, die blijkt al uit jouw actieve betrokkenheid sinds 2004. Voor wat toen nog D66 Ommen heette. Maar D66 is groter geworden, dus het is nu gewoon D66. Je begon als steunfractielid en vanaf 2006 als plaatsvervangend raadscommissielid. Ja, dat moet ik allemaal oplezen, want dat weet ik niet zelf. En vanaf 2014 heb je ook in deze raad gefunctioneerd als raadslid. En ik gaf al aan, ook een zeer zichtbaar en duidelijk raadslid ben jij geweest. Sinds twee jaar geleden, overigens ook in deze raadsvergadering, juist voor de kerst, hebben we afscheid genomen van jouw voorzitter, of van jouw voorganger als fractievoorzitter, Gerdinand Nijhuis. Nu nemen we afscheid van jou. En wij hebben gedacht van hoe doen we dat nu op een passende manier? Want het moet ook, als het denk ik een beetje in jouw richting en jouw aandacht voor het goede financiële beheer, het goede besteding van gelden, hoe doen we dat nou netjes? En toen hebben we gedacht, we hebben toch de kerstpakketten. Als we die nou voorzien van een kaartje een beetje aankleden en we geven dat aan jou. En dan vertel ik stiekem aan iedereen dat u straks ook zo'n kerstpakket krijgt. Dus we gaan het verder. Maar hier in het midden van onze raad ga ik jou dat uitreiken. En we dachten, we doen toch iets extra's. En dat is een bosje bloemen. Dus die krijg je er ook bij. Nou, en misschien kun je het bosje bloemen aan Corrie geven, maar je mag het ook zelf houden. Het is helemaal aan jou om dat te besteden. Alle gekheid op een stokje. Enorm bedankt voor jouw inbreng in onze raad. We zullen jouw inbreng, jouw expertise zeker gaan missen. En we zien uit naar de nieuwe versterking vanuit de D66-fractie voor de komende maanden. We wensen jou heel veel geluk in Zwolle. Ik persoonlijk hoop ook dat het huis nu helemaal klaar is. We hebben elkaar ook wel eens eerder ontmoet, terwijl je kwam je even binnen. Dan moest je vervolgens toch weer weg om aan de verbouwing verder te gaan. Heel veel geluk in Zwolle. En misschien is er in Zwolle ook wel een actief politiek leven. Je weet het maar nooit. En mocht je die stap gaan zetten, dan wens ik je daar ook veel plezier bij. Dankjewel voor jouw bijdrage hier. En ik stel voor dat we dat afsluiten met een
Een daarbij behorend applaus. En als jij deze kant op komt, dan krijg je van ons die geschenken. En bied ik jou ook de gelegenheid om nog even iets terug te zeggen. De laatste keer naar werk direct. Op het gevaar of dat ik hier natuurlijk weer een college ga geven, want dat werd natuurlijk bedoeld, zal ik het kort houden. Het zal niemand ontgaan zijn dat ik het met heel veel plezier gedaan heb. En dat ik dat sinds 2004 ook gewoon met volle overgave gedaan heb. En dat ik ook altijd gevonden heb dat ondanks de tegenstellingen in de raad, ik ook vond dat er sprake moest zijn van af en toe een grapje. En dat ook de taal en het woord mij wel na aan het hart ligt. Ik heb het altijd leuk gevonden om daar ook gebruik van te maken. En ik hoop dat dat ook een goede traditie van de raad blijft, dat we elkaar daar af en toe op kunnen aanspreken. Ja, de financiën, die gingen mij inderdaad aan het hart. Maar dat ligt er natuurlijk ook aan dat het mijn vak is. En dat betekent dat je af en toe wat sneller in de gaten hebt of er ergens een trucje uitgehaald wordt, of dat er mogelijk complicaties kunnen zijn, of noem maar op. En dat gaf mij wel altijd de mogelijkheid om daar dan enigszins in te porren. En ik kan niet zeggen dat, dat heeft mij wel veel plezier gedaan, maar ook dat we het altijd met open plezier, open vizier met elkaar gedaan hebben. En dat is denk ik wat mijn boodschap aan deze raad zou kunnen zijn, van laten we nou alles zoveel mogelijk in de openbaarheid met behulp van de geëigende argumenten met elkaar uitwisselen. En dan komt het volgens mij wel goed. En dan mag Ommen bekend staan als een lastige gemeente. Maar juist in scherpe discussies kom je volgens mij tot betere besluiten. En ik wens Ommen dat voor de komende jaren zeker toe. Dank. Bernard, dank voor deze woorden. Alle goeds hadden we je al gewenst en ik kom nu bij de sluiting van deze vergadering. Edoch, dat doe ik niet dan nadat ik u een hele mooie kerst heb gewenst. En een hele goede en veilige jaarwisseling. We hebben dan nog de gelegenheid om hier na afloop met elkaar nog een frisje te drinken. En dan zien wij elkaar na de jaarwisseling terug in het politieke bedrijf. En daar verheug ik me in ieder geval zeer op. Ik sluit de vergadering.